Hi, waarvan groeien planten nou eigenlijk? Groeien die van de grond? Komen hun voedingsstoffen uit de grond? Of komen ze uit het water? Of groeien ze, net als ik, van de lucht? Aristoteles dacht uit de grond. In 1640 bedacht Jan van Helmont een experiment. Hij nam een pot met grond en woog die 90,9 kilogram, plantte erin een klein boompje, verzorgde die en 5 jaar later grond min 0,06 kilogram en boom plus 76,8 kilogram. Groeien bomen dan van water? In 1796 ontdekte Jean Sénébier dat planten koolstof nodig hebben uit de lucht en zuurstof uit water. 80-90% van een plant bestaat uit water. Van het drooggewicht bestaat 96% uit organische stoffen. Dus 4% zijn mineralen uit de grond. En zo groeien planten. En hadden ze allemaal toch een beetje gelijk.